Maar dus, ja, je merkt dat daar dan... En dat is, daarom is het ook absurd dat die... wat de telecompartijen nu ook doen is... Ze maken het beschikbaar zijn van alles... Maken ze ook beperkt. Maken ze op dit moment dus ook echt een schaars goed. Ja. Waardoor mensen zuinig gaan internetten. Ja. Nou ja, als je kijkt... Je hebt... Hoeveel internet ik nu als ik niet thuis ben. Het is wel eens in de trein. En dan zit ik ook geen gigantische websites te bezoeken. Want websites zijn tegenwoordig minimaal 1 MB. Ja. Dat is ook wel bizar, is dat. Ja. Is idioot groot. Geen enkele reden om websites zo'n 1 MB te maken. Maar goed, het gebeurt. En die zijn gewoon kloten om te bezoeken met de 3G-verbinding die... Ja. Die is aangesmeerd door de oplichters. Ja, ja, Robert Gaal. We lachen. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Ja, inderdaad. No pressure, maar we verwachten de wereld. Over anderhalf jaar loopt mijn abonnement af. Dan wil ik graag over kunnen stappen. Oh ja, voor mij is dat nu. Oké. Nou, ik ben nu, omdat ik dus... Want ik heb dus nu een sim-only. Ik ben gewoon... ik heb ook geen nieuwe telefoon gekocht. Nee. Want ja, weliswaar betaal je in je abonnement dan mee met zo'n... Ja. Maar ja. Nou, ik zou zelfs wel... Over 2 jaar zou me niks verbazen als ik dan gewoon geen telefoonnummer meer heb. Ik vind telefoonnummers, het zijn achterhaalde dingen. Die zijn heel onhandig. Ja. Oh, dat wilde ik inderdaad vertellen. Want het is ook een achterhaald medium, hè? Wist je hoe slecht je klinkt over een telefoon? En hoe goed je kan klinken met dat microfoontje in je iPhone? Oh. Maar het is ook dat je een nummer gaat intoetsen. Nou ja, goed, dat heeft hij dan voor je onthouden. Maar dat het een nummer is, dat het niet gewoon aan een persoon zit gebonden. Ja, e-mailadres. Of aan een object, zoals een fysieke telefoon. Nee, het zit aan een of ander nummer. Ja. What the fuck? Wat je uit je hoofd moet leren. Wat ik ook, weet je, ik zeg het altijd op een bepaalde manier... 06. Ja, precies. En als mensen dan gaan herhalen, dan zeggen ze het op een andere manier en dan weet ik niet of het goed is. Ja, precies. Ja, want het liedje is anders. Ja. En het is heel onhandig. Terwijl dingen als. Nou ja, je hebt bijvoorbeeld dingen als Skype natuurlijk, wat iedereen wel kent. Het is gewoon aan een account verbonden en aan een naam verbonden. En je kan zien of iemand de telefoon gaat opnemen. Ja, precies. Wauw. Dat is prachtig. En het was een goede dienst. Ze zijn nu wel die interface totaal aan het vernachelen. Ja, knap, hè? Godzidorie, wat krijgt Microsoft er toch voor elkaar? Ja. Alles moet erin. Ongelooflijk. Ah, jongens. En ik zit dus in het wereldje van podcasters. En mensen die via Skype op afstand met elkaar praten en dat opnemen. Interviews afnemen, et cetera. En dat werkt heel vaak niet meer. Nou. Dus heel vaak vallen ze eruit. Of communiceert het niet meer lekker met camera's. Of met HD-camera's. Dat kunnen ze aan, maar dan crushen ze gelijk het geluid. Ja, het product is echt heel erg achteruit gegaan. Ja. Daar is nog heel veel mogelijk over. Voornamelijk dat. Ik begrijp ook niet dat stagneert. Ja, dat is ook wel typisch, omdat Apple is toch met een concurrerend product gekomen. Google heeft iets met online video, met dat soort videocommunicatie. Ja. Ja. In zijn Google Plus zitten. Je zou toch denken dat daar... Ja, dat gaat allemaal met Java's en met flesjes en dat soort dingen. En dat is lang niet zo betrouwbaar als dat, als je dat zou willen. Het Skype-principe, dus dat peer-to-peer aspect, dat is een kracht... Ja. Maar ja, hoe wordt het? Hier is het. Ze zijn een beetje aan het vernachelen. Ja. Jammer. Ja. Nou goed. We zijn er weer. Yes. Fijn dat jullie er weer waren. Tot de volgende keer. Doei. Doei.